officieel onze elektrische caddy in gebruik nemen. Het is onze eerste elektrische auto. Ik vind het toch een hele mooie en belangrijke stap. Het lijkt misschien een kleine stap. Maar we hebben een programma gestart een aantal jaren terug, duurzame mobiliteit. Een voorbeeld daarvan is elektrificatie van het verkeer. Je ziet dat op het platform gebeurde, je ziet oplaadpalen bij ons bij het hoofdkantoor. En zo stimuleer je elektrisch rijden, met name op de luchthaven. Nou, ik denk dat het hartstikke goed is dat ook ANWB daaraan meedoet. Ja, een beetje trotse blik, hè? Mooi. Ja. Schiphol is voor ons een heel mooi afgebakend proefgebied. We doen hier op jaarbasis 9000 pechgevallen. Er rijdt ook steeds één wegenwacht. Dus de actieradius is beperkt. De afstand die de wegenwacht hoeft te rijden is niet al te groot. En dus is het voor ons een heel mooi gebied om te leren omgaan met deze elektrische auto. Omdat we toch geloven dat daar een heel groot stuk van de toekomst in zit.